Hoe is het bij jullie gesteld met alle online diensten tegenwoordig? Het is even een heel gedoe. Ik vind het mooi, maar ik vind het ook lastig. Ik heb ook wat schroom, om een oud-Hollands woord te gebruiken, om mee te gaan zitten zingen bij het computerscherm. En daarom verlangen we er allemaal naar, hè, dat we in de kerk weer gezellig knus tegen elkaar aan kunnen gaan zitten. Ja, ik weet niet of u een vaste plaats heeft in de kerk, of dat u gezellig aanschuift. Maar ik wil je graag iets voorlezen, wat mijn ervaring is in verschillende gemeentes en wat je eigenlijk altijd ziet gebeuren bij een kerk. Kent u dat verhaal van die nieuwe kerkbezoeker? De zaal was nog helemaal leeg en hij besloot op rij 8 te gaan zitten. Even later kwam er een trouwe kerkgangster binnen. Ze sjokte rechtstreeks naar de man toe. Die keek blijmoedig op in de veronderstelling dat zij hem persoonlijk ging begroeten. Maar de vrouw sprak hem nijdig aan en zei: "U zit op mijn plaats." U bent natuurlijk niet zo. Maar heeft u nooit eens het gevoel als u binnenstapt: waar moet ik nou toch gaan zitten? Niet omdat het er zo vol is, maar juist als het zo leeg is, dat jij beseft dat jouw aanwezigheid een zeer grote rol speelt. Je kent het vast wel. Her en der verspreid door de gewijde ruimte zit iemand. Kiest men zijn plek op grond van de politieke voorkeur of op grond van de zwaarte van de geloofsovertuiging? Er is nog nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar het bijzondere van kerkgangers is dat ze nooit de stoelen opvullen vanaf de voorste rij. Is dit een soort valse bescheidenheid? Of angst om ontdekt te worden, zodat men het bekende gezegde op je zou kunnen toepassen: ja, 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 zondag zit hij vooraan in de kerk, maar door de weeks, ho maar. Het maakt het in ieder geval ongezellig voor die voorganger die niet zoveel gehoor trekt dat hij onder politiebegeleiding naar binnen moet en zich tussen de dranghekken met gillende gereformeerde vrouwen moet doorworstelen. Terwijl er met zijn prediking helemaal niets mis is, hoor. Kunnen we dat vanaf nu niet eens anders gaan doen? Want wanneer iedereen plaatsneemt vanaf de voorste rijen, ziet niemand de leegte achter zich. Het geeft je het gevoel, de gevoelservaring dat de kerk altijd vol zit. En daar word je enthousiast van. Misschien wel zo enthousiast dat de buren in de straat dat ook wel eens mee willen maken. En dan ontstaat er een soort domino-effect in positieve zin. Het is trouwens maar vreemd gesteld in de gevestigde kerken met nog zo'n ouderwetse preekstoel. Want het wordt een stoel genoemd, maar de voorganger staat erop. Nou, dat hoef ik thuis niet te proberen, hoor. Dominees staan trouwens hun hele werkzame leven. Daarom is deze roeping ook zo vermoeiend. Ik kan me dus wel voorstellen dat zo'n herder en leraar het in deze tijd ook wel eens niet ziet zitten. Of u niet ziet zitten als u het verdwaalde schaap speelt in de kerkzaal. Daarom geldt vanaf nu: de eersten zullen de eersten zijn. Tot ziens maar weer en sterkte!